Goed, wij zijn Project Minecraft, ja. Ik ben Sam. En ik ben Ren. En ons huis is naast spinnen. Ja, daar moeten we straks echt wat aan gaan doen. Ja, het is toch wel een leuk geluidje. Nee, ja, altijd fijn. Pak de Volkskrant snel. Oh, sorry. Oh, mag je. Ja, ons boom is aangegroeid, want dat hadden we ook wel hard nodig. Oh, eindelijk. Bedankt. Oh, kunnen nog even, eindelijk die spin even. Ja, dan kunnen we even zwaarder maken. Dat zal een pluspuntje zijn, of niet? Ja, het is handig. Oh. Ook meteen wat saplings. Jawel, dat is wel. Dat is toch wel lekker, moet ik zeggen. Inderdaad. Kijk hoor, heb je. Kijk hoor. Ik heb 2 saplings. Twee en heel veel schapen, echt overal schapen. Echt. Ja, en hoe spannen die hier zeg? Moeilijk veel. Oh, daar is nog een sapling naar boven. Oh, heel veel saplings. Oké, okay, als jij ze plant. Hier. Ja, is goed. Twee. Hallo schaap. Die schapen zien wel erg raar op mijn texture pack uit. Ik heb dus natuurlijk zo'n HD texture pack. Maar, oh ja. Ja, ik heb by the way water, dus misschien kunnen we ons de spinnen wel laten verdrinken. Ja, dat is wel handig. Oh, Sam, kijk eens. Waar ben je? Hier zo. Nou, kijk, ik ging gisteren winkelen. En kijk wat ik voor je gekocht heb: een broek. Oh, dat had ik wel echt nodig. Hij is vet, hè? En kijk. Hey. En weet je wat? Ik dacht, ik zag het eens in de winkel staan. En ik dacht, nou, die past wel heel goed bij je broek. Wat groenen. En oh, wacht. Je bent de hele winkel rondgegaan, of niet? Kijk. Ah, dat ik matcht toch goed? Cool, hè? Ja, en, dat ziet er heel erg mooi uit. Ik bedoel, ja, hey. Toch. Waarom heb je gekocht? V&D. Ja, tuurlijk. Waar anders, hè? Ja, ik dacht alleen in zijn Maurits, dacht ik wel even. Ja, had ook gekund, maar ik dacht die V&D zet toch even wat mooier. Beter van. Oh. Ja, wil. Oh. We hebben in ieder geval. Ja, dan heb je die string ook nog. Want je had geen onderbroek aan, maar je had wel een string. Ja, altijd. Die heb je nu, ja. Hey, zo. Ik heb er ook even jou gekocht. Oh, heel je. Er al een. Oh. Wat? Zullen mijn buren al niet denken? Ik denk, wat? Ja, inderdaad. Oké. Even terug naar de spinnenkill. Oh shit. Oké, ik heb nu water ergens neergelegd. Oh, je hebt natuurlijk hout, hè? Zal ik even het hout aan jou geven? Want dat is misschien toch iets makkelijker dan ik zelf. Ja, jij kan er veilig mee omgaan. Hey. Oh, dat is best wel veel. Dat is netjes. Misschien moeten we toch ook een chest laten maken. Ja, dat doe ik al snel. Nou ja, pas maak eerst even de tools, want je weet nooit, hè? Ja, inderdaad. Ik die bomen weer niet. Die broekje. Oh, wat is het toch een held. Wat hebben we nog meer nodig? Ik heb een pickaxe voor de rest. Ja, ik heb een pickaxe nodig, ja. Oh, je hebt er, oké. Ook nog een shovel of heb je nog? Ik heb geen shovel, ik heb nooit een shovel gehad. Oh. Oké, ik heb nog een shovel van. Ook van V&D. Ook van de V&D. Zoals een plastic strand schepje. Ja, inderdaad, we hebben daar alles. Oké. Oké, ik heb een zwaard. Ik weet niet, omdat jij voorop gaat, moet jij mij van het hebben. Misschien is dat wel handig. Ik hoop wel. Zo.
Kijk uit, want ik heb wel water overal gestrooid. Ik dacht, dat is wel handig. Ja, dat is wel... Oh shit, dat is een spin. Oké. Okay. Daar is Heb jij toevallig toortjes? Ik heb er één. Waar wil je eentje hebben, daar? Ja, ik denk dat... Wacht, ik pak even een paar... Dan kunnen we even die spawner even... Weet je, als jij... Ik zoek wel even naar een paar toortjes, als jij daar met zand verder gaat. Nee, wacht, ik heb er al drie hier zo. Heb jij drie toortjes? Ja. Oh, dat water moet weg, anders kan ik die dingen niet... Niet doodgaan, hè? Nee, nee. Ik heb mijn P&D-outfit. Dus ik red het wel. Ik heb hier brood, ik gooi het nu naar beneden. Dank je. Oké. Okay. Ik moet het eerst even... Heb jij godbrood aan of zo? Ja, ik zat afdenken. Nee, ik ben bijna dood. Ik zit nu de mobspannen te strooien. Nee, wacht. Nee. Dat mag niet. Mag dat is niet? Een challenge. Ja, dat is een challenge, hè. Is het een challenge? Ja. Oh, nou ja, we hebben eindelijk ook... Er zit nog een spin. Wacht, stop. Oké, even je brood eten. Want ik heb echt één leven gewoon over. Gewoon. Eén leven. Ah, Rens, we hebben het gedaan. We hebben... Oh, we hebben kool hier. Kijk eens aan. Dat hadden we echt nodig. Hey, hoe kan ik nu nog steeds spinnen horen? Ja, echt. Oh, kijk eens boven je. Sam, kijk eens boven je. Oh, jezus. Weg. Oké, ik moet weg, ik ben bijna dood. Weg. Man. Ik kom hier niet op. Ah. Kom. Er zit hier nog steeds een spin. Geef me je zwaard. Ik stop wel. Oh, pas op. Huh? Oké, ik ga van Biggen killen. Ah, ik one-shot deze spin, jongen. Ik 360 no-scope one-shot die bitch. Oh, ik neem deze chest mee. Ik bedoel, we hoeven toch geen chest te maken, want dat is best wel dom van ons, want hier liggen gewoon chests. Ja, inderdaad. Oh, jezus. Ik heb straks toch wel een bak koffie nodig, hoor. Zo. Inderdaad. Oh, jee. Oké, ik heb bacon. Heel veel. Bacon? Nou ja, kan je wat passen in real life? Want daar heb ik best ook wel trek in. Ik heb wel pizza, dat had ik vanavond gegeten. Vanochtend, vanavond? Ja, waarschijnlijk vanmorgen, vanochtend ook. Morgen ook eten. Oh, het wordt avond. Zullen we even gaan slapen? Dat is toch wel een optie misschien. Inderdaad, misschien moeten we even bedden maken. Ja, jij hebt het hout als het goed is. Ja, ik maak er even een paar. Ja, als je een paar bedden maakt, ik maak even hier het huisje af. Dan moet het toch echt wel een beetje beginnen met twee verdiepingen huis maken. Ja, inderdaad. Ja, ik maak hier even een klein ingang. Dat we... Ik heb een schep. Ja, dat we toch wel even een beginnetje krijgen aan ons challenge. Anders zit er echt helemaal niks te doen. Ja, inderdaad. Waar ben jij? Ik ben niet buiten. Oh, kijk zo. Pak die bug! Ah, kijk. Hey, Sam. Zo, kijk eens. Ik ging even naar de H&M, hè. En weet je wat ik heb? Ook rookworst. Rookworst. Van die stampot rookworst. Ja, inderdaad. Die ze bij de HEMA hebben. Sorry. Is het toch misschien het beste om die dingen rauw te eten? Want anders is het zonde van onze kool. En zijn hier toch heel veel biggen. Ja, daarom. Oké, kom even binnen. Dan gaan we even... Ik had het ook rauw gegeten. Wacht. Ik zie hier iron. Ja, dat kunnen we beter morgen pakken. Dan gaan we nu eerst even slapen. Ik heb het al. Als jij dat dicht doet, dan gaan we even slapen.
Zal ik een deur maken? Ja, als dat kan, graag. We moeten ook iets met redstone maken. En ik heb toevallig drie redstone. Dus we kunnen ooit wel eens noodbloks maken of zo. Of een deur met redstone, gewoon zo'n stalen deur. Oh, inderdaad. Dat kan best wel een makkelijke challenge worden. Ja, dat is gewoon heel makkelijk. Gewoon even iets linken. Ik heb hier. Hoeveel wol heb jij nodig? Ik heb 43 wol hier. Want... Wat denk je? Ja, we gaan een waterbed maken? Of ik heb nog geen. Inderdaad, ik zou onze hele vloer kunnen met wol kunnen bedekken hier zo. Dat is echt niet normaal. Inderdaad. Kijk, ik ga hier even water maken. Nou. Ik ben toch niet de beste in Minecraft. Oké. Wat ga je allemaal doen? Nou kijk, als ik 's ochtends wakker word, dan wil ik eigenlijk niet op een koude stenen vloer wakker worden, weet je. Ja. Dat ik lekker donzig, lekker eigenlijk wel wakker worden met lekker donzige voetjes. Ja, als dat een challenge was, dan Had dat nu al wat op. Ik hoef je niet te zien, dus ik maak wel een lekkere muur tussen. Maar je wil ook niet weten wat ik 's avonds doe. Nou ja, Rens, dat hoef je ook niet te zien, nee. Hey, wel rust, hè? Ja, wel rust. Hey jongens, dat was het einde van part 3. We checken jullie later. En waar ben ik? En de man. Peace.